Er is een groot geheim. Een geheim dat niemand ooit mag weten. Ik weet niet eens waarom ik het doe. Nee, dit geheim gaat mijn graf in. En wat te denken van die vreemde, dwangmatige handeling van mij. Een compulsie die ik zo lang voor iedereen verborgen weet te houden. Gaat deze dagboekaantekening over moord of over het leggen van tarotkaarten? Goedenavond, welkom bij het programma dat onderzoekt, ontmaskert, aanklaagt, verdedigt en een compulsie heeft voor het ontrafelen van misdaden, maar daarbij altijd open kaart speelt. Verpleegster Lucia de B. is volgens justitie Nederlands grootste nog levende seriemoordenaar. Ze is veroordeeld voor 7 moorden en 3 pogingen daartoe, zonder dat er hard bewijs is dat zij dat heeft gedaan. Sterker nog, de door de rechters benoemde medisch deskundigen blijken het bij geen enkel sterfgeval met elkaar eens te zijn over de vraag of er überhaupt wel sprake is van een misdrijf. Lucia de B. heeft steeds alles ontkend, maar is veroordeeld tot levenslang. Over de juistheid daarvan is ernstige twijfel gerezen. Kijkt u naar een reportage over Lucia de B. Nachtzuster of nachtmerrie? Dit is Lucia de B., verpleegster. Beter bekend als de Engel des Doods. Op 13 juli van dit jaar is ze door het Amsterdamse gerechtshof veroordeeld tot levenslange gevangenisstraf. Het leidt volgens de rechters geen twijfel dat Lucia in 4 jaar tijd 7 moorden heeft gepleegd en dat ze 3 pogingen tot moord heeft ondernomen. En dat maakt haar de grootste seriemoordenaar in de Nederlandse naoorlogse geschiedenis. Haar jachtterrein was volgens justitie het Haagse Leienburg ziekenhuis, het Rode Kruis ziekenhuis, het Penitentiair ziekenhuis en het Juliana kinderziekenhuis. Haar prooi, ernstig zieke ouderen en kinderen. Zeventien verdachte reanimatie- en overlijdensgevallen vonden plaats tijdens haar dienst. Volgens justitie steeds onverwacht en altijd medisch onverklaarbaar. En hoewel de verpleging een beroepsgroep is die verhoudingsgewijs vaker in aanraking komt met de dood, wordt de kans dat er hier sprake was van een samenloop van omstandigheden door een statisticus geschat op slechts 1 op de 342 miljoen. Geen toeval dus. Deze psychopaat die dood en verderf zaaide in ziekenhuizen moest volgens de rechters voorgoed achter de tralies verdwijnen. De publieke opinie reageerde met instemming op de uitspraak. Maar de tegengeluiden worden de laatste jaren steeds heftiger. Steeds meer vooraanstaande deskundigen zijn ervan overtuigd dat Lucia de B. ten onrechte is veroordeeld. Zij menen dat het gerechtshof in dit medisch getinte dossier aan bewijszucht leed. Volgens hen gaat het hier om een gerechtelijke dwaling van het zuiverste soort. Ik kan me niet voorstellen dat met deze zwakke, toch aanvechtbare gegevens iemand levenslang krijgt. Ik ben volstrekt verbijsterd door deze zaak. Ik heb altijd geleerd, het doel van het strafproces is om de waarheid te vinden. Dat is in deze zaak niet gebeurd. Je kunt alleen in dat bewijs zo selecteren als zij gedaan hebben, als je a priori al vindt dat ze veroordeeld moet worden. Het dossier Lucia de B. Nachtzuster of nachtmerrie? Het is een regenachtige nacht als een artsassistent in het Juliana kinderziekenhuis wordt opgepiept. Als de artsassistent even later terugbelt, hoort hij van de verpleegster aan de andere kant van de lijn dat hij onmiddellijk naar de kamer van Amber Zuiderwijk moet komen. Het gaat slecht met haar. Amber is een meisje van bijna 6 maanden. Ze heeft een hartafwijking en vocht in de longen. Ze ligt op een eenpersoonskamer van de medium care afdeling, waar de patiëntjes speciale verzorging krijgen.
Als de artsassistent om 2:58 ter plekke is, zijn er 2 verpleegsters bij het kind. Hij ziet op de monitor dat Amber ernstige hartritmestoornissen heeft en moeite heeft met ademen. Hij roept het reanimatieteam op. Ziende ogen gaan haar hartslag en ademhaling achteruit. Een minuut later staat het hartje van de baby stil. Het reanimatieteam, een kinderarts en een cardioloog, zijn snel ter plekke. Een 30 minuten lang wordt er gevochten voor het leven van het meisje, maar het mag niet baten. Amber Zuiderwijk overlijdt om 4:05. De 3 artsen verbazen zich over het onverwachte overlijden van het meisje. Het ging de laatste dagen relatief goed met haar. Sterker nog, Amber zou binnen enkele dagen worden ontslagen uit het ziekenhuis. In vogelvlucht wordt de medische geschiedenis van het meisje doorgenomen. Amber Zuiderwijk was op 16 juli aan haar hart geopereerd in het Leids Universitair Medisch Centrum. Een week later was ze overgebracht naar het Juliana Kinderziekenhuis. Daar moest ze de hele maand augustus regelmatig extra zuurstof krijgen. Maar het begin van de maand september was ze redelijk stabiel, op wat koorts en diarree na. Eerder die nacht, omstreeks 1 uur, waren de kinderarts en de artsassistent bij Amber aan het bed geweest. De verpleegster, die de zorg had voor Amber, had de arts erbij geroepen omdat Amber last zou hebben van diarree, misselijkheid en overgeven. Ook zou het kind die nacht regelmatig extra zuurstof nodig hebben gehad, zo staat er in de rapportage van de verpleegkundige te lezen. Hoewel het kind volgens de artsen niet heel erg ziek overkwam, besloten de medici een infuus aan te leggen om uitdroging te voorkomen. De verpleegster had de monitor en het zuurstof afgekoppeld en Amber naar de onderzoekskamer gebracht. Daar had de arts het infuus ingebracht. Na circa 20 minuten was Amber weer naar haar kamer gebracht door de verpleegster, die haar weer aan de monitor en het zuurstof had aangesloten. Niets had erop gewezen dat Amber die nacht plotseling achteruit zou gaan. De kinderarts was zelfs al naar huis gegaan. Maar na 2:30 was het plotseling misgegaan. Volgens de verantwoordelijke verpleegster had Amber flinke diarree gekregen. Een andere zuster van de nachtdienst was erbij gekomen en samen hadden ze rond 3:15 gehoord dat het alarm van de monitor afging. Ze hadden toen gezien dat Ambers gezicht grauw werd, omdat ze zuurstoftekort had en dat haar hartslag en haar ademhaling pijlsnel kelderden. Het was dit moment geweest dat de pieper van de dienstdoend artsassistent was afgegaan. Het is voor de artsen al met al een verbazingwekkende gang van zaken. Alhoewel ze niet echt een medische verklaring kunnen geven voor het plotselinge overlijden, wordt er die nacht, in gezamenlijk overleg, wel een verklaring van een natuurlijke dood afgegeven. Daarmee lijkt de dood van Amber Zuiderwijk de boeken in te gaan als de zoveelste trieste nederlaag in de strijd voor een ernstig ziek kind. Of toch niet? Bij een verpleegkundige van de dagploeg is die ochtend een onbehagelijk gevoel ontstaan. Ze heeft ernstige twijfels gekregen bij de nachtzuster die Amber onder haar hoede had. Ze meldt zich bij de leiding. De verpleegkundige meent dat er wel erg vaak doden vallen als de verantwoordelijke nachtzuster dienst heeft. En nog wel op een medium care afdeling, waar kinderen liggen die zich niet in kritieke toestand bevinden.
Ook had de bewuste zuster 3 dagen eerder de zorg voor een 1-jarige jongen die eveneens totaal onverwacht gereanimeerd moest worden. En het afgelopen jaar was ze betrokken geweest bij nog een aantal incidenten. Dat kan al met al geen zuivere koffie zijn, vindt de collega verpleegkundige. De naam van die bewuste nachtzuster is Lucia de B. Het is een zeer ernstige aantijging die de collega-verpleegster doet. Het komt maar zeer zelden voor dat in een ziekenhuis een verklaring van niet-natuurlijke dood wordt afgegeven. Een ziekenhuis is immers gericht op zorg en niet op moord. En een niet-medische oorzaak komt eigenlijk niet in de diagnoses voor. Toch vindt ook de directeur het verdacht dat Lucia de geur van de dood om zich heen heeft hangen. Op zijn verzoek wordt een team van kinderartsen samengesteld die de sterfgevallen en levensbedreigende incidenten sinds de dag dat Lucia op de loonlijst staat moet onderzoeken. Al snel komen ze op maar liefst 10 verdachte gevallen. Daarna worden ook de andere Haagse ziekenhuizen benaderd waar Lucia eerder heeft gewerkt. Die komen, na een kort onderzoek, eveneens op 10 verdachte incidenten. Reden genoeg voor het Juliana Kinderziekenhuis om de verklaring van een natuurlijke dood bij Amber in te trekken en Lucia onmiddellijk op non-actief te stellen. En bovenal om aangifte te doen bij de politie. De politie neemt de zaak onmiddellijk hoog op. Een verpleegster die het verlossen uit het lijden van patiënten iets te letterlijk neemt, is een horrorscenario. Verschillende artsen en verpleegkundigen worden ondervraagd. Ook neemt de politie de infuuszak, de zogenoemde trendtables en de zogenoemde trendgrafieken mee voor onderzoek. Dit zijn de grafieken die de waarden van de monitor aangeven. En baby Amber, die al op de tafel van de ziekenhuispatholoog ligt voor onderzoek, wordt halverwege de obductie verplaatst naar het Nederlands Forensisch Instituut voor een gerechtelijke autopsie. Maar de patholoog-anatoom van het NFI kan geen direct aanwijsbare reden geven voor het plotselinge overlijden van Amber. Ook ontdekt hij geen andere prikgaatjes dan die van de injectienaald voor het infuus. Hij concludeert: het is niet uit te sluiten dat de ernstig aangeboren afwijkingen, hart- en vaatafwijkingen, het overlijden hebben veroorzaakt. Het enige dat u ontdekt zijn enkele verbandgaasjes in haar buikholte om bloedingen te stelpen. Hij vermoedt dat die bij de obductie of bij de hartoperatie in het ziekenhuis zijn achtergelaten. De patholoog wringt enkele druppels bloed uit de gaasjes en bewaart het vocht in een potje. Ook toxicologisch onderzoek bij het NFI levert in eerste instantie niets op. Ook aan de infuuszak valt weinig verdachts te ontdekken. Zou het dan toch om een normaal sterfgeval gaan? Maar het NFI komt met een hypothese. Volgens het misdaadlab passen de symptomen van diarree, de forse hartritmestoornis en de ademstilstand bij een vergiftiging met de stof digoxine. Dit is een medicijn dat gebruikt wordt tegen hartzwakte en dat Amber voor het laatst bij haar operatie in juli toegediend kreeg. Om die veronderstelling te toetsen gebruikt het NFI enkele druppels bloed uit de verbandgaasjes die tijdens de sectie zijn gevonden in de buikholte van Amber. Het NFI onderzoekt het digoxinegehalte in het bloed met de nieuwste technieken en komt tot een digoxineconcentratie van 7 keer de normale waarde in haar bloed. Het misdaadlab laat de test onafhankelijk van elkaar overdoen in nog 2 ziekenhuisapotheken. De uitslagen in de apotheken laten nog minder aan onduidelijkheid over. Amber heeft in deze tests zelfs een concentratie van 19 keer de normale waarde in haar bloed. Een dodelijke hoeveelheid die wijst op digoxinevergiftiging. Op 13 december 2001 wordt Lucia de B. gearresteerd. Op 13 december 2001 wordt Lucia de B. gearresteerd. Niet alleen omdat ze de zorg had voor baby Amber, maar ook omdat haar naam opduikt bij een aantal andere verdachte sterfgevallen en incidenten. Lucia de B. is een dan 39-jarige verpleegster uit Den Haag. Ik zou haar omschrijven als in de eerste plaats heel behulpzaam en zorgzaam. Niet alleen voor mij, maar voor heel veel andere mensen ook. Iemand met wie je heel goed kan praten.
maar ook waarover gepraat werd. Lucia is een opvallende verschijning in het ziekenhuis. Met haar bleke, dunne gestalte en haar frivole korte rokjes valt ze uit de toon tussen de andere zusters. Ik denk wel dat ze een toch wel daaraan over heeft gehouden dat ze mensen niet al te snel vertrouwt. Daardoor kan het inderdaad lijken dat ze heel erg afstandelijk is of wat gesloten. Dat ze zich een beetje buiten de groep houdt. Maar dat is niet omdat ze iets tegen mensen heeft. Maar vertrouwen, dat is natuurlijk wel een groot iets voor haar geweest. Gesloten is Lucia de B. ook over haar opmerkelijke hobby. Het leggen van tarotkaarten. Een mystiek, eeuwenoud kaartspel waarmee mensen tot inzichten proberen te komen over het verleden, het heden en de toekomst. Lucia zou de tarotkaarten wel eens leggen voor patiënten, hetgeen zij angstvallig geheim probeert te houden voor haar collega's, aldus haar dochter. Kun jij begrijpen waarom je moeder zo geheimzinnig heeft gedaan over dat leggen van die tarotkaarten? Kan ik me wel iets bij voorstellen. Het is natuurlijk, het wordt nog. Het leggen van tarotkaarten wordt toch nog steeds beschouwd als een beetje, niet echt duistere zaak, maar gewoon een beetje zweverig gedoe, noem het. En zeker als ze dat natuurlijk op het werk doet, terwijl ze gewoon inderdaad dat van zichzelf ook niet professioneel vond, kan ik me dat best voorstellen. Lucia de B. is een buitenbeentje in het ziekenhuis dat weinig optrekt met de andere collega's. Haar gedrag is een voedingsbodem voor geruchten in het ziekenhuis. Of ze het nu gedaan heeft of niet, ze heeft in ieder geval de schijn tegen. Maar Lucia ontkent baby Amber te hebben vergiftigd. Ze beweert dat ze Amber juist uit voorzorg aan de hartmonitor en het zuurstof heeft gesloten en de artsen direct heeft gealarmeerd toen het slechter ging met Amber. Niet bepaald gedrag dat wijst op een voornemen om Amber bewust te laten overlijden. Zo valt uit haar verklaring op te maken. Maar het is diezelfde hartmonitor die belastend is voor Lucia, zo meent de recherche. Deskundigen schatten dat de overdosis digoxine zo'n uur tot anderhalf voor de onverwachte crisis moet zijn toegediend. Dat is dus ergens tussen 1:30 en 2:00 s'nachts. Verdacht genoeg blijkt de monitor in diezelfde periode, namelijk tussen 1:16 en 1:59, te hebben uitgestaan. Op de in beslag genomen trendtables is duidelijk te zien dat er op de vaste eikpunten 1:30 en 2:15 geen waarden zijn geregistreerd. En dat is volgens de politie verdacht. Want het zou Lucia, die naar eigen zeggen begaan was met het lot van zieke Amber, moeten zijn opgevallen dat de monitor uitstond. De conclusie luidt volgens de politie: Lucia de B. moet het middel digoxine hebben ingespoten bij Amber. Maar de recherche heeft een lastige taak om dat te bewijzen. Getuigen die Lucia aan bed van Amber iets verdachts hebben zien doen, zijn er niet. Daarnaast blijkt uit onderzoek dat er geen digoxine in de infuuszak heeft gezeten. Hoe het middel dan is toegediend is een raadsel, want andere prikgaatjes zijn tijdens de sectie van Amber niet aangetroffen. Men kan alleen maar vermoeden dat dit rechtstreeks in het kranenblok van het infuus is ingespoten. Maar hard bewijs daarvoor is er niet. Het enige dat vaststaat is dat Lucia de zorg had over Amber, dat zij die avond meerdere keren in de kamer van het meisje is geweest en dat de monitor rond het tijdstip van de vergiftiging heeft uitgestaan. Op het eerste oog lijkt het dus een magere zaak. Maar de recherche is dan begonnen met het onderzoeken van 19 andere verdachte gevallen. Het gaat daarbij niet alleen om kinderen, maar ook om bejaarden. En in één van die zaken komt volgens de recherche een duidelijk motief naar voren. In haar dagboek schrijft Lucia de B. namelijk: er is een groot geheim. Een geheim dat niemand ooit mag weten. Ik weet niet eens waarom ik het doe. Nee, dit geheim gaat mijn graf in. Op een andere dag schrijft ze:
Vandaag mijn laatste dag in het RKZ gewerkt. Vandaag weer toegegeven aan mijn compulsie. Toch maak ik er veel mensen gelukkig mee. Vreemd hoor. Het laatste citaat heeft Lucia de B. geschreven op de dag dat een van haar patiënten was overleden. De recherche meent hieruit een duidelijk motief te kunnen distilleren, want met de compulsie die Lucia beschrijft bedoelt ze volgens de recherche een ziekelijke drang om ernstig zieke patiënten om het leven te brengen. De recherche heeft nu een motief in handen, maar getuigen of hard bewijs zijn er niet. Het onderzoek naar de andere verdachte gevallen is ook niet bepaald een sinecure, omdat er in deze zaken geen sectie is verricht en veel overledenen zijn gecremeerd. Justitie meent niettemin een bepaald patroon te herkennen in de 20 verdachte zaken. Het gaat stuk voor stuk om reanimatie of sterfgevallen die plaatsvinden tijdens Lucia's dienst, die alle onverwacht komen en die ook allemaal medisch onverklaarbaar zijn. Van elke zaak afzonderlijk is moord hoogstwaarschijnlijk niet te bewijzen. Maar als alle zaken op één hoop gegooid worden wel, zo gelooft justitie. Het is deze som der delen waarop de zaak tegen Lucia de B. is gebouwd. De ene zaak werkt dus als een soort van locomotief om de andere zaak als een soort wagon naar het station bewezen verklaring te trekken. In de rechtspraak wordt deze constructie ook wel kettingbewijs genoemd. Het is een kwetsbare methode, want de ketting is altijd zo sterk als de zwakste schakel. Lucia de B. komt in 2003 voor de rechter en in 2004 voor het gerechtshof in Den Haag. Justitie legt haar 10 moorden en 10 pogingen tot moord ten laste. De grote vraag in deze zaak is of alle sterfgevallen waarvoor de medische wetenschap geen verklaring heeft ook meteen als onnatuurlijk de boeken in mogen gaan. En als ze inderdaad als niet natuurlijk beschouwd mogen worden, of ze dan automatisch ook als misdrijf bestempeld kunnen worden. Het is een gecompliceerde zaak waarbij de raadsheren veelvuldig op het oordeel van medisch deskundigen af moeten gaan. Maar aangezien de medische wetenschap geen exacte wetenschap is, lopen de meningen van die verschillende medici in alle gevallen sterk uiteen. En dat maakt het allemaal extra moeilijk. Daarom benoemt het Hof een aantal deskundigen dat op basis van de medische rapporten conclusies moet trekken over de verklaarbaarheid van de ten laste gelegde ziekenhuisincidenten. De conclusies van deze deskundigen zijn stellig. Bij het plotselinge overlijden op Amber is het met name hoogleraar forensische toxicologie professor Dr. Freek de Wolf die wordt geraadpleegd. De Wolf van het Leids Universitair Medisch Centrum is het met het NFI eens dat het in deze zaak kan gaan om een digoxinevergiftiging. Hij stelt: de gemeten digoxineconcentratie kan het intreden van de dood door hartstilstand verklaren. En de concentratie kan in ieder geval passen bij toediening van een grote dosis digoxine kort voor het overlijden. Op 18 juni 2004 komt het Haagse gerechtshof na maar liefst 28 zittingsdagen tot een uitspraak. In zijn arrest stelt het Hof dat er geen aannemelijke verklaring is voor het feit dat Lucia de B. zo vaak bij sterfgevallen en reanimaties betrokken was. Het Hof meent dat Lucia de B. schuldig is aan alle gevallen die aan 4 criteria voldoen. 1. De dood of reanimatie van patiënt kwam onverwacht. 2. Deze was medisch onverklaarbaar. 3. Er waren geen aantoonbare medische fouten gemaakt. En 4. Lucia was in de buurt. De raadsheren hechten daarbij veel waarde aan de meningen van de door hen zelf benoemde deskundigen. Het Hof komt uiteindelijk tot 7 bewezen moorden en 3 pogingen tot moord. De zaak van Amber is volgens het Hof een van de sterkste zaken waarin het bewijs spijkerhard is. Het is een van de 2 locomotieven die de andere wagonnetjes trekt. Hier is namelijk voor het Hof duidelijk wat het vergif was. Digoxine. Wat het tijdstip van de misdaad was, tussen 1 uur 16 en 1 uur 59. En hoe de digoxine is toegediend, via het kraantje van het infuus. De enige die avond meerdere keren op de kamer van Amber is geweest, is Lucia de B.
In termen van het tarotspel heeft Lucia de B. de doodskaart voor Amber gelegd. Daarmee is Lucia de B. de grootste seriemoordenaar in de naoorlogse Nederlandse geschiedenis. De vraag is welke straf zo iemand moet krijgen. Volgens het Hof heeft Lucia het vertrouwen van de samenleving in ziekenhuizen beschaamd. Volgens de raadsheren leidt Lucia aan een ziekelijke stoornis en meende dat de kans op herhaling niet ondenkbaar is als ze ooit onbehandeld weer vrijkomt. De engel des doods wordt daarom veroordeeld tot levenslange celstraf en TBS. Een uniek arrest in de rechtsgeschiedenis, want dat betekent in de praktijk dat Lucia de B. nooit meer buiten de inrichtingsmuren zal lopen. Een uniek arrest vindt ook de Hoge Raad, die zich op 14 maart van dit jaar over de zaak buigt. De Raad verwijst de zaak terug naar het Hof om de strafmaat opnieuw te bepalen. Volgens de Hoge Raad zijn de straf levenslang en de maatregel TBS niet verenigbaar met elkaar. TBS is gericht op het voorbereiden van een veroordeelde op terugkeer in de samenleving, terwijl levenslang ook echt levenslang inhoudt. Opmerkelijk genoeg blijft volgens de Hoge Raad het daderschap van Lucia de B. echter vaststaan en hoeft dat niet opnieuw te worden onderzocht tijdens de nieuwe behandeling. Het Amsterdamse Hof komt op 13 juli van dit jaar tot zijn arrest. Het Hof meent op basis van psychologisch onderzoek dat Lucia geheel toerekeningsvatbaar was tijdens het plegen van haar misdaden. Geen TBS dus. Lucia de B. wordt onherroepelijk veroordeeld tot levenslange gevangenisstraf. Het wordt Lucia tijdens de zitting te veel. Ik hoef niets meer te horen. Ik heb dit niet gedaan. U zegt voor, ik vind het goed. Daarmee lijkt de zaak definitief afgedaan. En ik zeg met nadruk lijkt, want volgens een aantal prominente deskundigen is de juridische strijd nog lang niet gestreden. Ton Derksen is hoogleraar wetenschapsfilosofie uit Nijmegen. En samen met zijn zus, die arts is, heeft hij het dossier intensief bestudeerd. En is daarbij tot een heel ander inzicht gekomen. Volgens Ton Derksen zit er een onschuldige achter de tralies. Men wist dus bij voorbaat, Lucia moet het gedaan hebben. En dan heb je als rechter het recht, het juridisch recht, om te selecteren. En dat heeft men dus gedaan. Dus juridisch is er waarschijnlijk niks verkeerd. Alleen qua gezond verstand zeg je, dit kan gewoon niet. In zijn recent gepubliceerde boek Lucia de B. Reconstructie van een gerechtelijke dwaling komt Derksen tot de conclusie dat zowel justitie als de rechters vooringenomen hebben gehandeld. In een vroeg stadium is Lucia de B. gebrandmerkt als moordenaar en zijn de moorden erbij gezocht in plaats van andersom. Het Haagse gerechtshof heeft volgens hem selectief gewinkeld in de verklaringen van verschillende medische deskundigen om Lucia de B. te kunnen veroordelen. Barbertje moest hangen, zo meent Derksen. Daar bedoel ik mee dat men bij de keuze van de geloofwaardigheid van de deskundigen voortdurend die deskundigen heeft geloofd die belastende uitspraken doen voor Lucia. Men is dus zeer selectief te werk gegaan. Buitengewoon selectief te werk, ja. In de zaak van Amber Zuiderwijk is Ton Derksen op zulk ontlastend bewijs gestuurd dat Lucia de B. beslist had moeten worden vrijgesproken, zo betoogt de wetenschapper. Het gaat om de beantwoording van twee kernvragen. Is er in deze zaak wel sprake van vergiftiging? En is Lucia in de gelegenheid geweest om dit gift toe te dienen? Volgens Derksen moeten beide vragen met nee worden beantwoord en vallen daarmee de pijlers onder het bewijs weg. Het NFI concludeerde dat er sprake was van een digoxinevergiftiging op basis van het bloed uit de verbandgaasjes die tijdens de sectie in de buikholte van Amber werden aangetroffen. Het NFI onderzocht dit bloed op digoxine en kwam uit op 7 keer de normale waarde. Testen in 2 ziekenhuisapotheken kwamen uit op 19 keer de normale waarde, een dodelijke hoeveelheid. Het NFI sloot zich later aan bij die conclusie. Digoxine was het moordwapen dus. En dat concludeerde ook het Hof.
Maar Ton Derksen twijfelt sterk aan die gevonden hoeveelheid digoxine en wordt erin gesteund door een aantal prominente medisch deskundigen. Zoals forensisch toxicoloog professor Dr. Donald Uges van het Universitair Medisch Centrum Groningen. Helaas zijn er ook stoffen in het lichaam, en zeker bij kinderen en zeker ook bij kinderen die overlijden, die lijken op digoxine. En die test maakt geen onderscheid tussen digoxine en die lichaams-eigen digoxine-achtige stoffen. Volgens Ton Derksen is de onderzoeksmethode die in beide ziekenhuisapothekers gebruikt achterhaald en niet accuraat genoeg. Dat komt omdat die twee ziekenhuizen met een oudere methode hebben gewerkt, een minder precieze methode. Wanneer je die methode volgt, kun je geen onderscheid maken tussen digoxine en een stof in het bloed wat in het lichaam wat zeer op digoxine lijkt. Heb je dus een hoge uitslag, dan weet je niet of het digoxine is of digoxine plus dat andere stofje. En de NFI-uitslag is een uitslag die gaat alleen over digoxine. Het verklaart de afwijkende metingen. Het NFI vond 7 keer de normale waarde, de apotheken maar liefst 19 keer. Daar zat dus het lichaams eigen stof bij. En kort nadat de Hoge Raad had bepaald dat er door het Hof niet verder onderzoek mocht worden verricht in de zaak, tovert het NFI ineens een rapport uit de Bureaula dat sterk ontlastend was geweest voor Lucia de B. Het rapport is afkomstig van een Frans laboratorium dat, in opdracht van het NFI, het bloed van Amber heeft onderzocht. Dit laboratorium beschikt over de meest geavanceerde techniek en onderschrijft de eerste, lagere waarde die werd gevonden door het NFI. Namelijk 7 keer de normale hoeveelheid. En dat is een dosis die niet per se dodelijk is. Wanneer je kijkt naar de meest recente uitslagen van het Straatsburg-onderzoek van de digoxine, dan zie je daarin dat de uitslag die daaruit komt niet te rijmen is met een acute digoxinevergiftiging. Er zijn dus ook hele specifieke testen. En die zijn later, geloof ik, ook in het bloed van dit kind gedaan. En dan kun je zeker weten dat het digoxine is. Het rapport is ontlastend voor Lucia de B. Volstrekt. Ja. En daardoor van eminent belang. Het is heel cruciaal en we zijn ook heel blij dat het naar buiten is gekomen. Het is ontlastend bewijs dat de zaak op zijn kop hebben gezet. Maar aangezien het Amsterdamse Hof de zaak bewijst technisch niet meer mocht onderzoeken van de Hoge Raad, kon dit niet meer in het voordeel van Lucia worden ingebracht. En er is meer. Hoogleraar forensische toxicologie professor Dr. Uges meent dat het digoxineonderzoek heeft plaatsgevonden op basis van een onbetrouwbaar monster. Het bloed in de verbandgaasjes geeft volgens Uges namelijk een vertekend beeld. Ik heb daar mijn twijfels over, want ten eerste, die gaasjes die dampen in. Het zijn open verbindingen, dus het water uit het bloed dampt in. Met andere woorden, je krijgt hogere concentratie. En het is hartbloed. En hoe gaat digoxine en ook wat andere stoffen, daar weten wij dat die normaal in het hart zich ophopen. Ga je dood, dan gaan die hartcellen kapot en komt digoxine vrij. Dus ik heb twee zaken. Ik heb digoxine uit het hart en ik heb ingedampt bloed. Ga ik het gewoon klinisch bekijken, dan kun je zeggen, nou, ik heb iets waar ik van uit kan gaan, misschien is dat een van mijn hypothesen. Maar in een rechtszaak moet ik het overtuigend hebben. En dan is mij dit dag te dubieus om te zeggen dat ik overtuigd ben van een digoxine-intoxicatie. Een getroffen hoeveelheid digoxine bij baby Amber hoeft dus niet per se dodelijk te zijn. Zo blijkt uit nieuw in Frankrijk uitgevoerd onderzoek. En het gebruikte bloed uit de gaasjes is niet betrouwbaar. En er is een derde punt waarom de conclusie digoxinevergiftiging volgens Ton Derksen niet langer houdbaar is. Het blijkt dat de deskundigen die door het Hof waren ingeschakeld om zich uit te laten over het medisch dossier essentiële stukken misten. Daardoor zijn ze soms op het verkeerde been gezet, waardoor er foute conclusies zijn getrokken volgens Derksen. In de zaak Amber is het professor Dr. Freek de Wolf, wiens oordeel een grote stempel op het arrest heeft gedrukt. Maar ook hij beschikte niet over alle informatie. Zo verklaarde de Wolf bij het Hof: een overdosis digoxine kan uiteindelijk leiden tot de dood door een sterke samentrekking van de hartspier. De Wolf sluit dan af met:
Gelet hierop zou ik graag aan de patholoog die de eerste obductie op het lichaam van Amber heeft verricht willen vragen in welke omstandigheid de hartspier is aangetroffen. Hieruit blijkt dus dat de wolf niet beschikte over het verslag van de eerste autopsie in het ziekenhuis. Als hij dat wel had gedaan, was hij vermoedelijk minder stellig in zijn conclusie dioxinevergiftiging geweest. Uit het autopsierapport blijkt namelijk dat het hart allerminst was samengetrokken, zoals bij een dioxine-overdosis, maar dat hij juist in rust was. Men heeft meteen geweten dat het hart niet samengetrokken was. Dat was voor de wolf had voor de wolf een zeer cruciaal argument geweest om te zeggen dat er geen dioxinevergiftiging was. Hij heeft aan het hof voorgehouden en heeft het hof ook gevraagd van: is het hart gecontroleerd geweest? En heeft daar geen antwoord op gekregen. Opnieuw een aanwijzing die erop duidt dat Amber niet door dioxinevergiftiging is overleden, zoals door het hof is aangenomen. De prominente hoogleraar rechtspsychologie Hans Krombach van de Universiteit Maastricht heeft in het boek van Ton Derksen het nawoord geschreven. Hij is hier stellig in zijn uitspraak dat het hier gaat om een gerechtelijke dwaling. Hij heeft geen goed woord over voor de rol van deskundigen in deze zaak. Ik denk dat die deskundigen had moeten realiseren dat ze met de gegevens die ze hadden geen ferme uitspraken konden doen. Dat hebben ze niettemin gedaan, dat valt hun te verwijten. Het Haagse Hof is ervan overtuigd dat de moord op Amber Suiderwijk een sterke zaak is, op basis waarvan andere zaken kunnen worden bewezen. Het moordwapen is bekend en ook het tijdstip van vergiftiging. Maar de eerste pijler lijkt nu door nieuwe inzichten en rapportages weg te vallen. En dat is niet alles. Ook aan de tweede en laatste poot wordt gezaagd. Het tijdstip van de misdaad is bekend volgens het hof. Deskundigen hebben berekend dat de dioxine ergens tussen 1:30 en 2:00 s'nachts moet zijn toegediend. Volgens de zogenoemde trend tables, dit is een tabel die de waarden op de monitor gedurende elk kwartier weergeeft, stond die monitor op de eikpunten 1:30 en 2:15 uit. Het hof heeft zich bij haar oordeel gebaseerd op deze trend tables en concludeerde dan ook dat Lucia de B. in die periode de monitor heeft losgekoppeld om ongemerkt de dioxine toe te dienen. Maar als het hof naar de zogenoemde trendgrafieken van de monitor had gekeken, was het wellicht tot een ander oordeel gekomen. Dit zijn grafieken die de stand van de monitor continu weergeven in plaats van één keer per kwartier, zoals bij de trendtables. Een veel exactere meting dus. Deze trendgrafieken laten zien dat de monitor niet gedurende 3 kwartier... tussen 1:16 en 1:59 heeft uitgestaan, zoals door het hof is gesteld. Maar dat er een kortere periode van 28 minuten is geweest waarop de monitor was losgekoppeld, en wel tussen 1:20 en 1:48. In die 28 minuten zou Lucia dus volgens het hof de dodelijke dosis dioxine moeten hebben toegediend. Maar volgens Ton Derksen kan dit aantoonbaar niet. Het hof gaat dan namelijk voorbij aan het feit dat artsen die nacht bij Amber een infuus hebben ingebracht. Een handeling waarvoor de monitor moest worden afgekoppeld en waarvoor de artsen circa 20 minuten nodig hadden. Dat inbrengen heeft dus alleen in de monitorloze periode van 28 minuten hebben kunnen plaatsvinden. En daar waren dus steeds artsen bij. Kortom, Lucia de B. kan volgens Derksen de dioxine niet hebben toegediend toen de monitor om 1:30 en 2:15 uitstond, zoals wel door het hof is gesteld. En daarmee brokkelt ook deze pijler onder het bewijs af. De advocaat van Lucia de B. heeft kritiek op het feit dat de trendgrafieken zijn genegeerd. Het hof is natuurlijk gewezen op die trendgrafieken. Erop gewezen dat die van belang zijn voor de beoordeling van de vraag: wanneer kan er nou iets zijn gebeurd? Het hof heeft daar gewoon geen woord aan gewijd. Is daar stilzwijgend aan voorbij gegaan. En heeft vervolgens als ware het een soort Sherlock Holmes geprobeerd precies te bepalen wanneer Lucia iets zou hebben gedaan.
Nou, als je die trendgrafieken ernaast zet, dan zie je dat dat eenvoudigweg niet waar kan zijn. Terwijl de trendtables het toelaten dat er eventueel een moord gepleegd zou kunnen zijn in een bepaald tijdstip, laten de trendgrafieken heel duidelijk zien dat dat niet mogelijk is. Er was gewoon geen tijd voor. De conclusie is dus volgens Derksen geen moordwapen en geen mogelijkheid. En volgens Lucia de B. zelf ook geen motief. De compulsie waarover ze het in haar dagboeken heeft slaat volgens haar niet op een drang tot doden, maar op het heimelijk leggen van tarotkaarten voor patiënten. Een alternatieve kant aan haar die volgens haar niet op prijs werd gesteld in de gezondheidszorg. Maar op dit tegengeluid is meer aan te merken. De recherche doet namelijk onderzoek naar deze verklaring van Lucia en slaagt er niet in maar één patiënt te vinden voor wie Lucia ooit de tarotkaart heeft gelegd. Dan moet je beseffen dat het gaat om 14 gevallen. En dat zijn 14 oude zieke dames. 4 jaar later wordt er pas gesproken over deze zaak. Een soortgelijke groep is bekeken. De helft van die dames was al overleden. Dus je hebt te maken met 6 dames die dat zou kunnen doen. Dat zijn oude dames die ziek zijn geweest. Ze moeten dan op de televisie al horen dat het gaat over tarotkaarten. Ze moeten begrijpen dat ze wat zouden moeten gaan doen. En vooral ook, ze moeten het idee hebben dat ze kennelijk een seriemoordenares moeten helpen. Want zo was ze op dat moment geafficheerd in het publiek. Ik kan best voorstellen dat mensen het verdacht vinden, maar iedereen moet zich realiseren dat er geen enkele aanwijzing, niet de minste aanwijzing is geweest om te veronderstellen dat compulsie betekent compulsie tot doden. Toch moet ik eerlijk zeggen dat toen ik dat zelf in de kranten las en dan lees dat zij het heeft over het grootste geheim dat ze meeneemt in haar graf, ja, dat ik dan niet het beeld heb van, nou, dat gaat over een kaartje leggen. Ja, maar dat houdt ook verband met de achtergrond van Lucia, die een lange weg heeft gegaan voordat ze verpleegster werd. Een heel verleden achter zich droeg. En wist dat het leggen van de tarotkaart in een ziekenhuis absoluut niet getolereerd zou worden. Ze had nu een toekomst als verpleegkundige en wilde die absoluut niet op het spel zetten. En daarom was het voor haar een heel belangrijk geheim. Het staat natuurlijk in dagboeken. En zoals ik al eerder heb aangegeven, dagboeken schrijf je voor jezelf en die schrijf je niet voor de buitenwereld. Je schrijft een dagboek niet met de intentie om het ook nog eens te moeten uitleggen in een rechtszaal. De moord op Amber Zuiderwijk wordt door justitie en het Hof beschouwd als een belangrijke sleutel in de zaak tegen Lucia de B. Want nergens wordt zo sterk duidelijk hoe de moord door Lucia gepleegd is, zo oordeelde het Hof. Maar daar maken deskundigen nu dus, bij nadere beschouwing, korte metten mee. En dat is nog niet alles. Een zaak die de bewijstechnische kar eveneens moest trekken is die van de raadselachtige coma en het latere overlijden van het 6-jarige jongetje Ahmad. Ook in deze zaak blijft er volgens Ton Derksen geen spaan heel van het bewijs. Op 23 februari 2001 heeft Lucia de B. late dienst. Als zij naar huis wil gaan, hoort ze het alarm afgaan van de sonde van Ahmad Nouri. De 6-jarige Ahmad is een patiëntje op de medium care afdeling van het Juliana Kinderziekenhuis. Hij is ernstig gehandicapt en geestelijk achtergesteld. Hij kan zelf niet eten en drinken en krijgt daarom sondevoeding. Ahmad moet vaak overgeven, waardoor voedsel in zijn longen terechtkomt. Hij heeft het daardoor vaak benauwd. Lucia koppelt de sonde af en stelt haar collega van de nachtploeg daarvan op de hoogte. Daarna loopt ze naar buiten om naar huis te gaan. Ahmad heeft die middag een kijkoperatie gehad en is daarvoor onder narcose gegaan. Het jongetje is onrustig. De artsen schrijven hem daarom 3 kalmeringsmiddelen voor, te weten chloralhydraat, oxazepam en dipiperon. Kort nadat Lucia de B. is vertrokken, hoort de verpleegkundige van de nachtdienst een alarm afgaan. Ditmaal van het infuus.
Dat is rond 11:30. Als ze gaat kijken, ziet ze Ahmad met een blauw gezicht en stijve pupillen in bed liggen. Vermoedelijk is hij gestikt. Een korte reanimatie mag niet baten. Het 6-jarige jongetje is overleden. De recherche vindt het verdacht dat Lucia de B. de laatste is geweest die Ahmad in leven heeft gezien. En dat is niet alles. Een maand eerder was Ahmad even plotseling als onverwacht in een coma terechtgeraakt. Ook tijdens een dienst van Lucia de B. Genoeg reden om de lotgevallen van Ahmad tot op de bodem uit te zoeken. Om te beginnen met de kwestie van de coma. Op 25 januari 2001 heeft Lucia de B. dagdienst. Zij is die morgen om 7 uur begonnen en heeft de zorg over Ahmad gekregen. Het jongetje ligt in diepe slaap. Volgens de verpleegster van de nachtploeg gaat alles goed met hem. Om 8 uur 's ochtends wil Lucia hem wekken, maar dat gaat moeizaam. Ze ligt hierover haar teamleidster in. Tussen 9 en 10 uur komt de artsassistent op bezoek. Hij constateert dat het jongetje in een diepe coma ligt. Tussen 9:30 en 10 uur komen longartsen bij Ahmad kijken. Ze zien dat hij een dikke tong heeft en brengen een slang in om het slijm uit zijn keel te zuigen. Om 2 uur 's middags komt een andere artsassistent bij het jongetje kijken. Hij constateert dat Ahmad nog steeds in een coma ligt. Een uur later, om 3 uur, komt de kinderarts erbij. Die schrikt van de lichamelijke toestand van Ahmad. Ze laat bloed prikken, stopt de toevoer van medicijnen en laat longfoto's maken. De foto's laten een stevige longontsteking zien. Een half uur later komt de uitslag van het bloedonderzoek binnen. Die maakt zonneklaar wat de oorzaak van zijn coma is. Ahmad is vergiftigd met het kalmerende middel chloralhydraat. Hij heeft een hoeveelheid in zijn bloed die nog net niet dodelijk is. Wonder boven wonder komt Ahmad echter deze vergiftiging te boven. In de loop van die nacht neemt zijn comateuze toestand verder af. De volgende ochtend ontwaakt Ahmad. De vraag is hoe het zover heeft kunnen komen. Het middel, chloralhydraat, is een kalmeringsmiddel dat Ahmad voor zijn onrust kreeg voorgeschreven. 1 keer per dag een hoeveelheid van 625 milligram. De laatste keer dat Ahmad het medicijn heeft gekregen was de avond voordat hij in coma raakte. Medische deskundigen rekenen uit dat de enige manier waarop Ahmad aan zijn grote hoeveelheid chloralhydraat in zijn lichaam kan zijn gekomen is als hij die morgen een dubbele dosis heeft ingespoten gekregen. En dat moet dan tussen 8 uur en 9 uur zijn gebeurd. Er is er maar 1 die toen dienst had. En dat is Lucia de B. Lucia de B. heeft Ahmad proberen te vergiftigen en toen dat niet meteen lukte heeft Lucia een maand later haar karwei afgemaakt, zo vermoedt de recherche. Ook voor deze 2 feiten, de poging tot moord en de moord, is Lucia de B. veroordeeld. Maar ook in deze zaken is volgens Derksen een en ander aan te merken op het bewijs. Ahmad kreeg officieel 1 keer per dag 625 milligram chloraalhydraat toegediend vanwege zijn onrust.
dit is al een vrij hoge dosering, want 650 milligram is het maximum voor een kind van zijn gewicht. Op de medicatielijst van Ahmad stond echter de toevoeging, zo nodig, 2 keer extra bij onrust. Kortom, men nam het niet zo nauw met de medicijnvoorschriften, want zo nodig werd er een dubbele dosis gegeven. En het is bovendien niet het enige recept dat in omloop is. Volgens een andere lijst krijgt Ahmad eveneens 1 keer per dag 625 milligram chloralhydraat. Volgens Derksen komt uit deze medicatielijsten naar voren dat Ahmad een dubbele dosis kreeg toegediend. In het geval van Ahmad heeft het ziekenhuis zeer ruim voorgeschreven. De medicatie is zodanig dat het verder de normen overschrijdt. Dat kan best nodig zijn, maar het brengt de nodige risico's mee. Ik weet niet of het fout is. In sommige gevallen moet je dat waarschijnlijk doen als arts. Dat is een zaak van de arts. Maar het brengt wel risico's met zich mee. En mijn internationale deskundigen zeggen van, ja, dit is levensgevaarlijk al dat dit gebeurd is. Het middel chloralhydraat is bovendien omstreden. Chloralhydraat is een medicijn dat in sommige landen al enige jaren van de lijst van veilige geneesmiddelen is gehaald, omdat er door het gebruik mensen zijn overleden. Het is dan een middel wat in overdosering epileptische aanvallen kan geven. En het kan op een gegeven moment ook uiteindelijk coma veroorzaken. En met erg hoge dosering kan het dus ook de dood veroorzaken. Maar normaal is het redelijk veilig. Het Haagse gerechtshof oordeelde in zijn arrest dat er bij het coma-incident geen fouten met de medicijnen zijn gemaakt. Maar volgens Derksen heeft het Juliana Kinderziekenhuis op dat gebied juist vaker het vertrouwen beschaamd. Een maand na de coma komt Ahmad namelijk op onverklaarbare wijze om het leven. Hij is die middag, zoals we eerder lieten zien, onder narcose geweest vanwege een kijkoperatie. Kort nadat Lucia de B. die avond de zorg heeft overgedragen, ligt Ahmad levenloos in bed. Uit rechercheonderzoek in deze zaak is vastkomen te staan dat Ahmad op de avond van zijn overlijden chloralhydraat heeft toegediend gekregen door het ziekenhuis. Ook al was daarvoor een uitdrukkelijke stoporde van kracht. En wat erger is, Ahmad heeft toen ook het vervangende middel dipiperon gekregen. En die dubbelopcombinatie kan heel goed tot de dood van Ahmad hebben geleid, menen medici. 2 door het hof benoemde medische deskundigen zijn hierover duidelijk. Het valt niet uit te sluiten dat het sterk werkende en de overige medicatie versterkende medicijn dipiperon aan de noodlottige afloop heeft bijgedragen. Een andere deskundige zegt, op de avond dat Ahmad overleed kreeg hij voor het eerst een nieuw geneesmiddel voorgeschreven waarvan men het effect bij hem niet kende, een onvoorspelbaar first dose effect. Een medicatiefout van de bovenste plank dus, waar Lucia de B. dus niets mee te maken had. Het rotsvaste vertrouwen dat het Haagse gerechtshof stelt in de zorgvuldigheid van het ziekenhuis bij het geven van medicijnen aan het jongetje Ahmad is dus niet geheel op zijn plaats geweest, zo blijkt nu. Het Haagse gerechtshof heeft Lucia de B. veroordeeld voor zowel de plotselinge coma als de onverklaarbare dood van Ahmad Noori. In de laatste zaak, de moordzaak, meent Ton Derksen dat Lucia de B. dat simpelweg niet heeft kunnen doen, omdat ze ten tijde van het plegen van het vermeende misdrijf even voor 11:30 allang naar huis was. Volgens medische deskundigen is Ahmad 10 minuten voordat de verpleegster hem vond om 11:30 vermoedelijk door verstikking om het leven gekomen. In de reconstructie van het hof zijn de raadsheren ervan uitgegaan dat Lucia even voor 11:30 is weggegaan. Dat baseren ze op een uitspraak van de directeur die meent dat de avonddienst om 11:30 stopt. Maar Ton Derksen heeft de dossiers er nog eens op nagespit en is op de verklaringen gestuurd van verpleegsters die een heel ander beeld schetsen. Volgens de verpleegsters van de nachtdienst is Lucia niet om 11:50, maar om 11:00 s'avonds weggegaan. Kortom, Lucia de B. was al 20 minuten weg toen het jongetje Ahmad door verstikking om het leven kwam.
En daarmee dreigt ook de tweede locomotief die de 8 andere zaken moest trekken te ontsporen. Amber en Ahmad waren de kroonjuwelen in de ketting die justitie zo zorgvuldig aan elkaar heeft geregen. Maar bij nadere beschouwing blijft er weinig bewijs over. Ook in de 8 andere zaken wijst Derksen op onzorgvuldigheden, fouten en tekortkomingen. De vraag dient zich dan ook aan of er door justitie en door de rechters soms met een vooringenomen blik naar de zaak is gekeken. Moest Lucia de B. misschien veroordeeld worden? De advocaat van Lucia, professor Meester Stijn Franke, meent van wel. Volgens hem is in deze zaak de rechter uitdrukkelijk op de stoel van een arts gaan zitten. Koste wat het kost is gezocht naar een doodsoorzaak, terwijl de stand van de medische wetenschap die niet altijd kan geven. In een aantal gevallen is het Hof ook gewoon heel zelfstandig op zoek gegaan naar wat een oorzaak zou kunnen zijn geweest. En niet alleen is voorbij gegaan aan de verklaringen van de behandelend artsen, maar ook van de deskundigen. Waardoor het erop lijkt dat het Hof af en toe meer verstand heeft van medische zaken dan de deskundigen en de behandelend artsen. Zullen we dat opvallend noemen? Ook rechtspsycholoog professor Krombach uit grote kritiek op sommige medische deskundigen die louter en alleen op basis van het medische dossier tot vergaande conclusies wisten te komen. Het zijn de externe deskundigen, meestal Iberici hoogleraren, die zich daarover uitlaten en kennelijk niet worden gehinderd door het gebrek aan informatie. En toch stellige uitspraken dan? En toch stellige uitspraken doen. Dat hadden ze niet moeten doen, die mensen zijn in hun verantwoordelijkheid ernstig tekortgeschoten. Volgens Derksen en Krombach leed het gerechtshof aan bewijszucht toen Lucia de B. werd veroordeeld. Ze komen tot die diagnose als ze op een rijtje zetten hoe er selectief is gekozen uit de verklaringen van de deskundigen. U schrijft over deze zaak dat het Hof verblind moet zijn geweest door emoties toen zij Lucia de B. veroordeelde. Wat bedoelt u daarmee? Daarmee duid ik op de wijze waarop men in de hele grote hoop bewijsmiddelen, bijna allemaal verklaringen van medici, met grote nauwkeurigheid die bewijsmiddelen eruit haalt die belastend zijn voor Lucia de B. Terwijl men een veel grotere hoop van ontlastende verklaring, ook van medici, eenvoudig terzijde laat en niet eens uitlegt waarom men dat doet. Een bepaalde deskundige wordt 6 keer geloofd, zolang die tegen Lucia belastende uitspraken doet. Het moment dat de persoon een pro-Lucia uitspraak doet, wordt gezegd van ja, dit gaat toch echt zijn deskundigheid erbuiten. Hier moet u iemand anders voor nemen. En dan geloven ze iemand anders die wel een belastende uitspraak doet. Er is geen enkele zaak waar men het over eens is allemaal. En nog belangrijker is dat er ook geen enkele deskundige is die altijd wordt geloofd. Daarvan kun je zien hoe willekeurig de selectie was. En wat moet je dan in uw ogen als hof doen als zo'n situatie ontstaat? In dubio pro reo, in geval van twijfel, moet worden vrijgesproken. Lucia de B., ofwel de engel des doods. Van meet af aan had ze de schijn tegen. Ze was een vreemde eend in de bijt. Het is de haast klassieke randvoorwaarde voor een gerechtelijke dwaling. En er speelt nog een belangrijk fenomeen dat heeft bijgedragen aan haar veroordeling. De gedachte, waar rook is, is vuur. Het kon gewoonweg geen toeval zijn dat Lucia bij al die incidenten betrokken was. Een statisticus, die door justitie werd benaderd, becijferde die kans op toeval op slechts 1 op de 342 miljoen. Kortom, geen toeval. Het was de macht van dit grote getal dat tot de veroordeling van Lucia heeft bijgedragen. Maar volgens Ton Derksen is het juist geen toeval dat Lucia aan al de verdachte gevallen is gekoppeld. De aanklagers hebben volgens hem zeer selectief naar incidenten gekeken die binnen Lucia's diensten vielen en niet naar die erbuiten. Volgens Derksen is er ook een heel andere berekening van toepassing. Als hij de diensten erbij rekent waarbij zich wel een incident voordeed, maar Lucia niet aan het werk was, komt hij op een kansberekening van 1 op de 44. Als je uitkomt op 1 op 44, is uw redenering, nou, dat is een toeval wat iemand in zijn leven kan treffen.
1 op 44 betekent dat gemiddeld 1 op de 44 verpleegkundigen dat zal overkomen. En wij hebben met heel wat verpleegkundigen gesproken die zoiets is overkomen. Dus dat komt wel overeen met de praktijk. Het beeld van een seriemoordenaar die door de ziekenhuisgangen doolt en het gemunt heeft op kinderen en ouderen om haar ziekelijke drang naar moord te bevredigen, heeft een belangrijke stempel gedrukt op de zaak. De buitenwacht kreeg de indruk dat er met de aanwezigheid van Lucia ineens een hoos aan sterfgevallen in de vier betrokken ziekenhuizen plaatsvond. Maar het zijn ook hier weer de nuchtere cijfers die een ander beeld laten zien. In de periode van 1999 tot en met 2001, toen Lucia op de loonlijst stond, zijn er 6 kinderen overleden, zo blijkt uit cijfers van het Juliana Kinderziekenhuis. Maar als de cijfers van 1996 tot en met 1998 erbij gepakt worden, de periode toen Lucia er nog niet werkte, blijken er 7 kinderen te zijn overleden. Geen stijging van het aantal sterfgevallen dus sinds Lucia aan de slag is gegaan, maar juist een daling. De zaak Lucia de B. is er een waarvan aanklagers, rechters en medisch deskundigen het schaamrood op de kaken moeten krijgen. Zo menen steeds meer critici. De Haagse nachtzuster is deze zomer tot levenslange celstraf veroordeeld. Maar de vraag is of zij nog heel lang vast zal zitten. Want het ziet er steeds meer naar uit dat deze nachtmerrie voor de samenleving, zoals de vermeende daden van Lucia de B. wel zijn omschreven, ook een nachtmerrie voor de rechtspraak wordt. Met Lucia de B. gaat het minder goed. De inmiddels 45-jarige verpleegster is in maart dit jaar door een hersenbloeding getroffen, waardoor ze moeilijk praat en deels is verlamd. De engel des doods, de grootste vermeende seriemoordenaar van ons land, zit intussen in vrouwengevangenis Nieuwersluis haar levenslange celstraf uit. Samen met haar dochter hoopt ze op een herziening van de zaak. Legt je moeder nu nog wel eens kaarten? Nee. Nee. Want wat zouden die zeggen als ze dat deed? Die zouden zeggen dat ze naar huis komt. Dat geloof ik gewoon. Ik zeg niet dat het makkelijk is geweest de afgelopen 5 jaar om het te blijven geloven, om, ook voor mezelf. Maar ik geloof er nog steeds in. Moet wel. Ja, en de kaarten liggen niet ongunstig voor Lucia de B. Want donderdag is bekendgemaakt dat de zogenoemde commissie Posthumus 2... die werd ingesteld na het drama rond de Schiedammer Parkmoord, nieuw onderzoek gaat doen naar deze zaak. Dit op basis van het boek van professor Ton Derksen. En dat lijkt mij een hele wijze beslissing. Dit was onze uitzending voor vanavond. De komende 4 weken zendt SBS6 op dit tijdstip de fascinerende miniserie Path to 9/11 uit, over de gebeurtenissen voorafgaand aan de aanslagen op het WTC en het Pentagon. Op 26 november zijn wij dan weer terug met een aantal nieuwe afleveringen waar nu alweer hard aan wordt gewerkt. Noteer het in uw agenda en... jawel. Hou je hoofd koel met alles wat je doet. Hou je hoofd koel, jouw en dat doet je goed. Hou je hoofd koel, ook al heb je stress. Sluit je op in jezelf en fuck de rest. Hou je hoofd koel met alles wat je doet. Hou je hoofd koel, jouw en dat doet je goed. Hou je hoofd koel, ook al heb je stress. Sluit je op in jezelf en fuck de rest.